succes, Marlinus Kooijmeijers, Jacques Hommels en Gerard Rensveld. Dat zijn de mannen van deze 5 meter. Voor de 24ste keer wordt de dorpsloop in tijdringen georganiseerd. Met de kermis op de achtergrond lopen de deelnemers over het tijdringse parcours. De dorpsloop is een dorp, loop voor iedereen. Dus voor atleten en trimmers en ja, sporters, alles dus. En vooral en natuurlijk uit tijdringen. Voor de jeugd is er de familieloop. En de volwassenen kunnen kiezen voor een afstand van 5 of 10 kilometer. Dat is meer voor wedstrijdlopers, hè, die dus iets langer kunnen trimmen en die dus echt daarvoor trainen eigenlijk. Hè. Bij de heren wint Colin Beekers de loop over 10 kilometer. Over zijn eindtijd is hij gematigd tevreden. Ja, ik ben wel tevreden. Het was gewoon een goede training. Dus ik wil geen supersnelle wedstrijd, maar was ook niet de bedoeling. Echt een snelle tijd is natuurlijk ook lastig. Met zoveel deelnemers op een parcours dat bestaat uit rondes. 4 van die rondjes en dan, ja, je begint in de tweede ronde, begin je al mensen te dubbelen. Dus dan moet je toch overal tussendoor slalommen. En dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. Want de organisatie voorziet voor de toekomst nog meer groei. Tijdringen wordt steeds groter, van een dorp naar een gedeelte van de stad bijna, een hele wijk. En deze, ja, daar zijn heel veel lopers, trimmers nu dus, die vandaag hier weer meedoen. Vorig jaar hadden we nog maar een dikke 20 lopers uit Tijdringen. En nu zijn er al wel 60, 70 lopers die ingeschreven hebben. Het is echt een dorpsparcours, maar ja goed, dat weet je. En precies 10 kilometer is het ook niet, maar dat maakt ook niet uit. Ja, dat weet je van tevoren. Dus het was voor mij wel leuk, want ik woon sinds kort in Tijdringen. Dus ja, dan win je en dan word je eerste Tijdringenaar. Ja, goed toch.